En ik zei het daarnet al, hè. TV Limburg bestaat in 2014, 20 jaar en dat moet gevierd worden. En daarom hebben we binnen TV Limburg een partyplanner aangeduid en die naam gaat naar onze Rudy Moeze. Ja, iemand moet het doen natuurlijk. Oh ja, dat vind je erg, hè? Ja, maar het is even leuk, want precies vandaag ben ik net 10 jaar in dienst. Maar proficiat, ja, daar moet opgedronken worden. Santé. Ah, laten we zijn weer weg. Ik was eerlijk gezegd zelf een beetje vergeten. Maar vanmorgen heeft mijn baas Anja mij eraan herinnerd. Ik zeg, oké, dat is waar, 10 jaar. Dat is juist dan aan het begin van dat jaar toen... Ja, ik ben net begonnen met feesten, dus... En we gaan nu verder feesten, 10 jaar later. Hè. Nog eens 10 jaar verder. Ja. Zeg, ja, 20 jaar geleden is TV Limburg ontstaan. Dat was toen niet hier, dat was in Houten. Ja, eigenlijk is zo, het gaat een beetje langer terug. Eind jaren 80 heeft de regering, beslist dat er regionale zenders mochten komen. Dus men kon eigenlijk een aanvraag indienen om een dossier te dienen. Het was niet 1 per provincie, het waren er eigenlijk 11 in totaal. Maar inmiddels is in West-Vlaanderen de 2 zenders Focus en WTV al samen. Gegaan. En de allereerste die gestart is, ik ben even opzoeken, was in 1988 al. Dat was AVS in Oost-Vlaanderen, in Gent. Die was in 1988 al begonnen. De meeste zijn later begonnen in 1993 al, zoals ATV in Antwerpen en ook TV Brussel bijvoorbeeld. Wij zijn dan nog wat later begonnen, in 1995. Had te maken met, ja, er moet natuurlijk een raad van bestuur samengesteld. Het was een heel politiek dossier ook wel een beetje. Want dat is toch wel belangrijk dat heel de regio op een of andere manier vertegenwoordigd zit in de raad van bestuur. Dat weet u ook, hè, meneer de gouverneur? Ja, ik denk dat het belangrijk is dat het een pluralistische organisatie is waar alle strekkingen aan bod kunnen komen. En men is daar, wij zijn daar in Limburg zeer goed in geslaagd, denk ik. Ja. Limburg wordt gedragen over alle partijen heen, over alle ideologische en politieke... En door alle mensen, dat is wel heel belangrijk. Ja, want als je gaat kijken, bijvoorbeeld een ATV in Antwerpen, is eigenlijk door de jaren heen een zender van de stad geworden. Ja. De mensen die daar rond zaten, hebben niet zoveel binding met die zender. Wat jammer is natuurlijk, in Limburg, wij zijn ook de enige provincie waar maar 1 regionale zender is. En dat is wel, dat versterkt de provincie. De zender van de stad Limburg. Van de stad Limburg, ja. Is dat belangrijk om zoiets te hebben? Het lijkt soms zo'n beetje chauvinistisch of ieder op zich dan, maar ja, het is toch wel blijkbaar nodig, want het wordt terug bekeken, zoals de krant wordt gelezen. En... Maar ik denk dat het in 2 richtingen belangrijk is. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen zijn geïnteresseerd in het nieuws uit hun eigen streek en ze willen dat op de televisie zien. En op de nationale zenders komt dat niet aan bod of onvoldoende aan bod. Dus mensen vinden dat belangrijk. Aan de andere kant is het in deze richting ook belangrijk dat wij aan de mensen kunnen vertellen waar we mee bezig zijn. Bijvoorbeeld als deputatie, wat er in de provincie gebeurt, hoe we de problemen aanpakken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat TV Limburg bestaat. En zeker op de manier zoals dat hier gebeurt. En als je alles optelt, bereiken we toch wel wat mensen uiteindelijk ook. Ja, inderdaad. Want als je kijkt, alle regionale zenders samen bereiken elke dag 900.000 mensen. Dat is net zoveel als naar het VTM-nieuws kijken. Sorry, het E-nieuws. VTM heeft bijvoorbeeld maar 600.000 kijkers elke dag. Dus eigenlijk bereiken met de regionale zenders samen meer mensen dan bijvoorbeeld het VTM-nieuws. Alleen, men staat daar niet bij stil, omdat het natuurlijk heel versnipperd is. Hè. Als je TV Limburg daar uithaalt, we hebben elke dag bijna 200.000 kijkers. Dus 25% van de kijkers kijken naar ons. Ja. Dat is 1 op 4. En als je op maandbasis kijkt, zijn zelfs 8 op 10 Limburgers die minstens 1 keer naar TV Limburg gekeken hebben. Ja. Niemand doet beter, waar we toch trots op mogen zijn. Hè. Trots op Limburg ook. Hè. Ja. Maar ik heb een paar jaar geleden al begrepen van mijn betreurde collega uit Oost-Vlaanderen dat het Limburgs model, het model TV Limburg, dat men daar met bewondering naar keek en dat men dat overal wou implementeren. André de Nijs, zalig, wou dat ook graag in Oost-Vlaanderen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus, doen we het nog zo slecht niet. Hier. Absoluut niet. We hebben onze schade al lang ingehaald. Ja, en misschien is het ook wel leuk om nog eens even terug te gaan. Die allereerste dag op TV Limburg, welke dag was het dan? 25 april 1994. 94, het allereerste nieuws op TV Limburg. Maandag 25 april, het eerste journaal van TV Limburg met Johan op de Beek. Dag dames en heren, welkom bij TV Limburg. In dit eerste journaal brengen wij u natuurlijk het nieuws van de dag. Maar... Vooral nieuws in het begin, denk ik. Hè, omdat als je kijkt naar wat de doelstellingen zijn van regionale zenders, is in eerste plaats informatie brengen. Maar dat is niet alles. Het is ook de bedoeling bevorderen van communicatie onderling tussen de mensen en verenigingen. Dat is wat wij misschien ook wat meer doen met Studio TVL. En ook zeker bijdragen tot de ontwikkeling van de regio. En ik denk dat TV Limburg daar de voorbije 20 jaar een hele belangrijke rol in gespeeld heeft. Doordat je natuurlijk mensen ook aan het woord laat met hun verhalen.
verhaal, met hun problemen soms ook. Mm-hmm. Krijg je ook een soort debatcultuur die je op gang brengt. En daar wordt het alleen maar beter van. Hè? Mm-hmm. Ja. Oké, okay. Goed. Er zijn heel wat mensen die een start van hun carrière hier hebben gemaakt. We hebben een aantal van die gezichten achter elkaar gezet. Anne Rijmen bijvoorbeeld. Okay, ja, inderdaad. Ja. Allee, het is ook wel een plaats waar je kan groeien. Hè, hier. Dat is ook zo. En wij zijn er ook heel trots op dat mensen doorgroeien naar andere media of andere jobs eigenlijk, die toch wel belangrijk zijn. Want uiteindelijk, ja, inderdaad, je moet de stijl ergens leren. En het zou jammer zijn, moesten we iedereen aan ons willen blijven houden. Het zou fijn zijn, moest je binnen een paar jaar de leading lady van VTM worden bijvoorbeeld. Ja. Waarom niet? Dat is iets om trots op te zijn. Hè. We zien inderdaad Gert Gourmet, Inge Pex, Luc van de Wut, allemaal mensen die het eigenlijk gemaakt hebben, ook bij de VRT of nog aan het werk zijn. Ja, 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 tuurlijk. Het is altijd leuk om die beelden terug te zien, maar dat gaat dit jaar wel meerdere keren het geval zijn. Hè? Uiteraard, als we feest vieren, blikken we eens graag terug. En we gaan de hele maand april worden een grote feestmaand. Met eind april een grote apotheose. We gaan iets heel speciaals doen. Ik ga natuurlijk nog niet vertellen wat we gaan doen. We moeten de verrassing nog een beetje inhouden. Ja, ja, ja. Maar ik zou graag een oproep willen doen aan de kijkers, aan jullie eigenlijk. Van, misschien heb je leuke dingen waar je denkt van, dat is me altijd bijgebleven van de voorbije 20 jaar wel. Dan mag je ons die altijd mailen. studiotvl@tvl.be. Dan komt dat bij mij, de partyplanner, terecht. En dan gaan we kijken wat we daarmee doen. Want TV Limburg is natuurlijk de verhalen van de bekende Limburgers, maar ook vooal de verhalen van de minder bekende Limburgers. De echte Limburgers, zal ik ze zo maar noemen. Jullie verhalen, die zijn we ook, daar zijn we op zoek naar. Dus als je iets leuk weet, het is soms moeilijk, want 20 jaar, er is zoveel gebeurd. We zijn 7 jaar bezig met Studio TVL. Het is bijna niet te geloven wat er allemaal gebeurt, dag in dag uit. Maar misschien zitten mensen thuis met een leuk verhaal. Laat het ons weten. studiotvl@tvl.be. Ja, wie weet dat ooit een huwelijk gevraagd hier in onze studio. Dat is gebeurd. Dat is allemaal gebeurd, dus dat kan allemaal nog aan bod komen. Was dat? Nee. Wij waren dat niet. Het waren kijkers. Ja. We hebben ook nog even alle logo's terug opgevist. Ja, inderdaad, want een logo is altijd heel belangrijk. Dit was het allereerste logo. Laat ik nog op veel auto's. Af en toe zie je nog een sticker, een auto rondrijden inderdaad. De sticker rond met dit logo van TV Limburg. Ja. En na de loop van de jaren is het dan... Dat logo heeft bijna 10 jaar meegaan en toen is dit gekomen, iets heel anders. Mm-hmm. Het blauw-witte zwarte, inderdaad, heel strak. En dan zijn we uiteindelijk overgegaan naar de meer kleurrijke versies, zoals deze hier. En dan is het oranje TV Limburg gekomen en ook de slogan Trots op Limburg, die we nog altijd dragen, waar we nog altijd trots op zijn natuurlijk. Ja. En nu is er speciaal voor die verjaardag een nieuw of een uiteraard, verjaardagslogo. Moesten we iets speciaals hebben dit jaar, een verjaardagslogo dat herkenbaar is, dat we 20 jaar bestaan. Ja. En dat is nu klaar. Ja, en dat mogen we vandaag onthullen? Dat mogen we vandaag onthullen, ja. Enfin, ik zou graag willen dat de gouverneur als eerste burger van onze provincie dat doet. We hebben er meteen al een grote versie van gemaakt en het staat hierop. En het logo dat we dus heel vaak mogen zijn. We hebben tromgeroffels, hè? Nee? Ik zal trommelen. Ja, nu hebben we nu de eer om het om te draaien. En dat ziet er dan zo uit. En dat ziet er inderdaad zo uit. Het oranje is natuurlijk gebleven, maar we hebben er 20 mooi bijgezet. Want die 20 jaar, het is toch wel belangrijk. Hè? Ja, oké. Okay. En bij deze is de start gegeven en gaan we op naar een feestjaar bij TV Limburg. Met natuurlijk ook een cruise die we gaan maken. Dat is al de eerste grote trip die we dan doen, of eerste grote plan, is dat onze cruise, die helemaal uitverkocht is op amper een maand tijd. Ja. 700 mensen gaan mee, dat hebben we nog nooit gehad, zo'n grote groep. U moet hier blijven natuurlijk om alles een goede baan te leiden, meneer de gouverneur. Vindt u het mooi? Ik vind het heel mooi, ja. Dus, origineel met de 20. Ik zou zeggen, op naar de volgende 20 jaar. Daar, ja, maar eerst gaan we deze 20 jaar vieren natuurlijk. En dan gaan we verder naar de volgende.